Wie heeft er allemaal een smartphone? En wie gebruikt hem dagelijks? Zijn er ook kinderen die dagelijks een boek lezen? Van alle 7-jarigen leest 68% vrijwel dagelijks buiten schooltijd een boek. Maar aan het eind van de basisschool is dat met de helft gedaald, naar 35%. De reden? Kinderen krijgen een smartphone. Daarom is er het telefoonboekje. Een boekje dat eruit ziet als een telefoon, leest als een telefoon, maar het is geen telefoon. Het is een boekje, geschreven door kinderboekenschrijfster Marion Hofman, bekend van de regels van Floor. En het is dus helemaal, en dat is het leukste ervan, in appvorm geschreven. Het telefoonboekje heeft als doel om kinderen te inspireren wat vaker hun telefoon weg te leggen om wat meer te lezen. Je probeert kinderen heel enthousiast te krijgen om aan het lezen te raken, maar dit soort dingen zijn vernieuwend en ik denk dat het ontzettend aanspreekt, want ze hebben toch een beetje dat gevoel in handen. Ja, het is gewoon heel leuk en best wel grappig. En net zoals op een telefoon eigenlijk niet weg kunnen leggen, konden ze het boekje eigenlijk ook niet wegleggen.